Stichting De Broekriem hield dinsdag een workshop over communicatie. De Broekriem is een platform voor en door werkzoekenden. De deelnemers kregen in deze training inzicht in de diverse aspecten van communicatie. De workshop werd gegeven door Mirella van den Doel. Zij coacht mensen individueel op persoonlijke ontwikkeling, waarbij zij weer in hun kracht komen te staan. Ik wilde mensen graag wat meegeven over eigenlijk de structuur achter communiceren. En dat is de reden waarom ik er ben, om samen met de Broekriem een gave ochtend te maken. En dat mensen weer naar buiten gaan en het gevoel hebben van, ik heb weer wat erbij geleerd. Ik hoop dat de deelnemers weer een beetje informatie krijgen over hoe het gaat als zij in gesprek zijn met sollicitatiegesprekken. Ja, okay. Meer een beetje achter de schermen van de communicatie. Gaat Mirella ons straks allemaal uitleggen. Ja, het is nogal belangrijk hoe je dan overkomt bij de ander. En hoe kun je dat wellicht een beetje sturen? Of zeker als je momenten hebt dat je denkt van, nou, dit gesprek loopt zo stroef. Hoe kan ik dan zorgen dat het gesprek eigenlijk wat smoother gaat? Hè? Dat het wat lekkerder gaat? En er zijn gewoon wat tools voor die je zo uit je zak kan halen en kan inzetten. Waardoor wellicht een sollicitatiegesprek veel makkelijker gaat. En wat er ook vaak natuurlijk gebeurt met communiceren is dat we invullen voor elkaar. Dus we denken, als er een vraag wordt gesteld bij een sollicitatiegesprek, dit zal het antwoord wel zijn. Dit zullen ze wel willen weten. Maar soms is dat invullen. En vraag het maar gewoon, wat bedoelt u precies met deze vraag? En soms ratelen we maar omdat we denken, we moeten een antwoord hebben. Maar als je het antwoord niet weet, dat mag ook. Nou, ik ben naar deze workshop gekomen omdat ik het nut van communiceren heel erg belangrijk vind. En ik hoop daar wat handvatten voor te krijgen. Om daarmee goed voor de dag te kunnen komen bij sollicitatiegesprekken. Ik ben wel vaker naar workshops van de Broekriem geweest. Inderdaad heb ik al diverse, verschillende workshops gevolgd. Ja. Ja, hoe hebben jullie het ervaren om met Leonie te praten? Ik had gelezen dat deze workshop al voor de tweede keer wordt gehouden. Ja. Waarom wordt die nog een keer gehouden? Ja, dat is een goede vraag, want eigenlijk doen we dat bijna niet. Maar mensen waren zo enthousiast dat ik dacht, ik ga gewoon kijken of het weer lukt eigenlijk. Dat er nog een keer, dat die nog een keer gegeven kan worden. En hij zit weer vol, dus dat is superleuk. Niet iedereen kon erbij zijn, want het zijn kleine groepjes waar we de training voor geven. Dus we hadden zoiets, dat moeten we gewoon nog een keer doen. Want de mensen vinden het zo interessant en gaan zo met een zak vol tools weer naar huis. Ja, dat persoonlijk ik zou dit iedereen willen meegeven. Dus voor mij mag het elke dag.